Ja, we zijn nu op dit moment aan de Gemeenelandsweg, waar een volledig herstel van de Gemeenelandsweg plaatsvindt. Volgens, zoals ik vaker in de media heb gezegd aan burgers, volgens een nieuwe technologie waarbij we bestaand materiaal van de weg gebruiken om de fundering helemaal te verstevigen. Dat betekent, we hebben geen extra nieuw materiaal gekocht, maar we gebruiken het bestaand materiaal om de fundering te verstevigen. En dat gebeurt met een nieuwe technologie die je zo meteen kunt zien in beeld. En op het laatst zal er een asfaltlaag natuurlijk op de weg komen. Deze methode hebben we ook reeds gebruikt voor de weg naar de JAP Airport, waar we hetzelfde ook hebben gebruikt. Dit is een veelbelovende technologie die we verder willen introduceren, want hij is milieubesparend, kostenbesparend. Goed dus tegen klimaatverandering, uitstoot van extra CO2 wordt geminimaliseerd. En je ziet wat we ook hebben gedaan. In samenwerking met de aannemers zijn we bereid gevonden dat ze ook 's avonds werken. Weet, veel burgers klagen ook overdag. Het is overdag heel druk op de weg. Dus, en 's avonds is het rustig. Dus ook daar kunnen we nu aan voldoen aan de wens van vele burgers om overdag liever geen werkzaamheden uit te voeren. Ja. Dus ik zou je net vragen waarom 's avonds? Er is gekozen voor 's avonds werken omdat je weet, bij asfalteringswerkzaamheden moet de weg liefst een beetje vrij zijn, dan kan men beter werken. Wanneer er verkeer loopt, dan moet je stoppen, dan moet je verkeer regelen, dan moet je wachten. Dat leidt alleen maar tot tijdverlies en is kosten verhogen. Dat de aannemers die 's avonds werken, levert veel voordelen op qua kosten. Want men kan in een korte tijd heel veel gelijk afronden. Is dit de enige weg die geasfalteerd wordt? Nou, we zijn met een rehabilitatieprogramma bezig in Paramaribo en Wanica. In Paramaribo verschilt het nogal per weg. De wegautoriteit en de OW voeren een aantal projecten uit. Soms is het gewoon een goede asfaltlaag zetten. Zoals bij de Lararoekweg gebeurd is. De Lararoekweg is al opgeleverd. Daar is gekozen voor een eenvoudige fundering en de asfaltverwerking heeft plaatsgevonden. De Gemeenelandsweg is een belangrijke uitvalsweg waarbij we ook hebben opgelet op het verkeer. En hier is gekozen om die fundering toch wel te verbeteren. Daarom gaat u hier zien dat de hele fundering wordt verbeterd en daarna asfaltlaag. Sommige wegen zoals de Wanica-straat, Dr. Fredmanstraat, Kwattenweg, die zijn onlangs ook gerehabiliteerd, maar op een eenvoudige manier. Duurzaam, die wegen gaan zeker een 10, 15 jaar langer meegaan. En deze weg, op deze manier, kan zeker een 20 jaar langer meegaan. Ik hoorde u net praten over pakketten aan wegen. Wat bedoelde u? Ja, kijk, een pakket aan wegen. We hebben natuurlijk voor het begrotingsjaar 2023 een pakket aan wegen alleen geselecteerd op basis van de beschikbare middelen. In Paramaribo en Wanica kunnen we volgens de begroting ongeveer een 12 tot 15 wegen selecteren. Binnenkort gaat u zien dat we gaan naar de Gomperstraat, waar we ook zo'n constructie gaan uitvoeren. We gaan naar Saramaca, Sidodadiweg krijgt ook zo'n behandeling. Je ziet dat we ook vullingsmethoden hebben gebruikt op sommige wegen, zoals de Sinjastraat. Daar hebben we opgevuld, de spleten en naden. Het begrotingsjaar 2023 eindigt in december. Dus in 2024 hebben we weer begroting om weer een pakket van wegen aan te pakken. Daar zal bijvoorbeeld in 2024 de Leisweg ook grondig worden verbeterd. Ik wilde ook wat zeggen over deze weg, de Gemeenelandsweg. Dat was een van de eisen. We wilden kijken als we fietspaden konden introduceren, maar dat gaat heel moeilijk. Dus we hebben gekozen om de weg met een halve meter te verbreden, zodat het rijverkeer veiliger wordt. Er gaan ook hier speciale markeringen komen en drempels zullen verdwijnen. Er komen andere type drempels, want dat gaat u ook hier zien. We zijn ook al begonnen met nieuwe drempels introduceren, zoals aan de Kwattenweg. Daar is een van de nieuwste ontwerpen gepresenteerd. En dat beleid zal het nieuw beleid worden met betrekking tot de verkeersveiligheid op de wegen die we nu asfalteren. Hoeveel wegen zijn er tot nu toe aangepakt?
Nou, een aantal in kilometers kan ik het niet zo uit de hoofd zeggen. Maar de Kwartenweg, zeker 15 wegen zitten in het pakket. In Groot Paramaribo. Dus net wat ik zei, de Kwartenweg, dat is de Vredmanstraat. Van het Sigastraat kom, Keizerstraat kom. Gamperstraat moet nog komen. Saramaka, de wegen in Saramaka komen ook aan de beurt. Dus het zijn ongeveer 10 tot 15 wegen voor dit jaar. Nog iets te vertellen? Nee, dat is goed zo. Oh, hoe lang gaat het duren? Dit moet in de Gemeenlandsweg moet in oktober, eind oktober, opgeleverd zijn, volledig. Gaan ze elke avond werken? Ja, ze werken alleen maar in de avond. Oh, dus overdag kan men gewoon... Ja, als men morgenochtend wakker wordt, dan gaat men over een geasfalteerde weg rijden. Ja. Is het de hele Gemeenlandsweg of maar een deel? Het gedeelte dat wordt gedaan is vanaf de Lararoekweg tot Fernandes. Dat is het einde van de Gemeenlandsweg. Tot het kruispunt bij Fernandes. Gaat er op meerdere plekken 's avonds gewerkt worden? Wat de werkzaamheden betreft, als het gaat om deze technologie die u nu in beeld ziet, is de beste manier om het 's avonds te doen. Want u ziet, bij deze methode wil je niet stoppen. Het is een proces dat continu door moet gaan. Want je ziet, er zijn verschillende machines die achter elkaar rijden om ervoor te zorgen dat er straks een nieuwe weg hier staat. Mooi. Ja.
Ik zei, kan het nog eens spreken. Ja, minister. Heel interessant proces. Ik was vergeten te vragen, hoeveel kost... dit is onderdeel van een pakket aanwegen, toch? En hoeveel kost het om dit pakket aanwegen te herstellen? En hoeveel kost het? En hoe wordt het betaald? Ja, dit is het gedeelte van de Gemeenelandsweg. U hebt gezien hoe dat wordt aangepakt. Het is vanaf de Lararoekweg tot Fernandes. Dicht bij de Senjastraat. En de kosten hiervoor zijn ongeveer 2,4 miljoen US dollar. Je weet, ik heb vaker uitgelegd dat de kosten voor asfalteren enorm hoog zijn. En als je kijkt in mijn begroting, dan is zo'n weg bijna de helft van mijn begroting. Als ik het even weer mag uitleggen. Dus ik kan hoger nog een andere weg doen. En daar is mijn begroting voor asfalteren op. Dus voor de oriëntatie, dat pakket aan wegen wat ik heb voorgehouden, wordt gedaan door de begroting van het ministerie van Openbare Werken. De begroting van de wegenautoriteit. Deze weg is toevallig op de begroting van OW. En dan hebben we een derde bijdrage, dat is de bijdrage van de Interdevelopment Bank, om infrastructuur ook aan te pakken. Dus alleen dit stukje kost 2,4 miljoen? Ja, US dollars, 2,4 miljoen US dollars. Hoeveel heeft u dan aan budget? Dus dat zei ik altijd, we hebben zo weinig budget. Ik zou graag veel meer wegen willen aanpakken, maar het budget is in SRD groot, maar in de praktijk kan je net een paar dingen doen. Desondanks mag ik u wel zeggen dat in het rehabilitatieprogramma in Paramaribo iedereen wel kan zien dat wat jaren niet gedaan is, doen we toch in een precaire situatie. Het kon dus al die tijd wel, maar het is nooit gedaan. Hierna, over een maand, nadat we deze week hebben aangepakt, want het is mooi droge tijd, gaan wij launchen, of ook, want die vraag ga je misschien stellen, het ontwateringswerken. Want als je dat ook niet aanpakt, dan heb je een probleem met de wegen. Dus we gaan dan bekendmaken en launchen, startzijn geven voor de ontwateringswerken in Groot Paramaribo. En dan moet dat probleem voor de komende jaren ook opgelost zijn. Die herstel van de wegen, dat wordt door Surinaamse bedrijven gedaan? Ja. Kijk, de herstel van de wegen met de gevraagde technologie mogen gelukkig zijn dat de bedrijven in Suriname zijn. We hebben twee bedrijven. Het bedrijf dat deze technologie nu toepast is het bedrijf iRoads van de directeur Bayro. En we hebben dit al een paar keer geëxperimenteerd in Suriname. Zoals de weg naar Sanderij, tussen Parra en Sanderij, is ook met deze technologie gedaan. Je ziet wel geen asfaltlaag erop. Het is de nieuwe technologie die we hebben gebruikt. Daar is geen enkel materiaal bijgekomen. Het bestaand materiaal gebruikt. En die weg gaat zeker 20 jaar verder gaan of 30 jaar verder gaan. De bedoeling is dat we de weg naar Sanderij nog in drie fases, twee tot drie fases, volledig willen doen. Dus volgend begrotingsjaar gaan we kijken, dan gaan we nog een stuk doen. In 2025 of 2026 nog een stuk, dan is die hele weg volledig geupgraded. Dus dit is de technologie die u net heeft gezien. Milieuvriendelijk, weinig CO2-uitstoot, geen materiaal aanvoer. En hij gaat natuurlijk wel een toplaag krijgen. Je weet, iedereen wil uiteindelijk die blauwe laag zien, die asfaltlaag. Dat gaat hij krijgen met de wegmarkering. En net wat ik heb gezegd, de weg wordt ook verbreed waar het kan. Dus het wordt een heel comfortvriendelijke weg om over te rijden binnenkort. We weten ook dat wanneer wegen glad zijn, ze veranderen in racebanen. Komen er ook drempels hier? Nee, u kent het beleid. Ik ben geen voorstander van drempels. Maar wat wel zal gebeuren is, we hebben aan de Kwattenweg de eerste nieuwe drempel al geïntroduceerd. Dat wordt het nieuw drempelbeleid. Drempels zullen alleen zijn waar het echt moet. Bijvoorbeeld bij scholen, bij kruispunten waar verkeer geen kansen krijgt. Dat hebben we dus gedaan bijvoorbeeld bij de Kwattenweg naar bij de Wanikastraat, bij dat kruispunt. Daar konden voetgangers nooit oversteken. Mensen konden nooit naar Charlesburg gaan. Nu kan dat wel. Dus we hebben een stuk verkeersveiligheid aangebracht. Wat we op deze weg gaan zien is een andere vorm van drempel die we wel gaan toepassen, maar niet die steile dingen van net een blok en je hele bumper gaat eraan of je schokkenbreek gaat eraan. Die type drempels gaan verdwijnen van alle wegen. Tot hoe laat gaan ze werken? Ze werken
De werkzaamheden die worden uitgevoerd van 8:00 PM ongeveer tot 5:00 AM. De voorbereidende werkzaamheden beginnen overdag. In ongeveer 4:00 PM begint men al om dingen uit te zetten. Ja, yes.